Nou, geluidsdempende foam heb je gekocht en daar heb je nu de muziekbox op gezet. Ja. Dat was wel een truc van je, hè? Ja, weet ik, maar... Om de buurvrouw daarmee te pesten. Nee, sinds na die aanspraak heb ik dat ding niet meer aan gehad. Je hebt geen Jomanda meer gedraaid? Nee, helemaal niet? Nee, echt niet. Mag ik eens kijken wat er nu in zit? Ja hoor, voor mij wel. Ik heb er verder niet meer aan gezeten. Daar op drukken. Ja, het zit er wel nog in, maar... Oh, Jomanda. Ja, maar ik heb een nieuwe. Oh, je hebt een nieuwe. Een nieuw begin. Ja, maar ik ben dat niet. Ik heb dat ding helemaal niet meer. Maar je hebt ze niet meer gedraaid, zeg. Nee. Eerlijk? Eerlijk. Jij hebt niet in een blauwe jurk. Nee. Ik heb helemaal geen blauwe jurk. Dus laat staan. Nee. Nou goed. Ik geloof je. Want dat zou ook wel flauw zijn, hè? Nee, echt waar. Om die situatie op te lossen hebben we twee welwillende buurvrouwen nodig. Nee, maar echt waar. Ik ben dat niet. Zullen we even gaan zitten? Ja. Want ik had eigenlijk niet meer verwacht, Connie, dat je hier nog zou wonen. Nee, ik ook. Want je wilde heel graag weg. Ja, ik wilde nu zeker weg. Maar waarom is het nog niet gelukt om te verhuizen? Weet ik niet. Het ligt aan de woningbouw. Hoe graag wil je hier weg? Heel graag. Zo snel mogelijk. Liefst vandaag dan morgen. Zo erg? Ja. Want? Hebben jullie nog contact met elkaar gehad sinds de uitspraak? Nee. Helemaal niet meer met elkaar gesproken? Nee, we wel elkaar wel een beetje gezien, maar gewoon, ik heb gewoon genegeerd. Eerlijk, hè? Ik zal je nog laten zien. Ik heb een assertiviteittraining gehad. Wat heb je gehad? Assertiviteittraining. Echt waar? Ja. En waarom heb je dat gedaan? Dat was ook in opdracht van de woningbouw. Die zeiden, ga maar een assertiviteitscursus volgen. Ja. Okay. Ja. En krijg je daar dan ook een certificaat van? Ja, ik krijg maar. Ik heb hier. Dat je bent geslaagd voor de assertiviteitscursus. Nou ja, dus geslaagd. En heeft het je geholpen? Ik kan er wel wat van leren, ja. Ja, wat heb je ervan geleerd? Nou ja, wat het verschil tussen pesten en plagen is ook. Dat heb ik ook van geleerd, ja. Ja, en nu je dit weet, wat doet de buurvrouw? Pesten of plagen? Pesten. Want dat houdt niet op.